Het festival presenteert... Wel even! De Vaderlandse Politiek. Maar daar kun je nog een keer smakelijk mee lachen. Wacht even, wacht. Even mee. Ja, maar ja, Rudy van Vlaanderen. Dat jij dat allemaal blijft doen. Ja. Het is al zo moeilijk in de sector. Zwaar zo. En dat is in een orde, hè. Op het gebied van techniek is dat zelfs een genie. Zouden we niet beter een Fuga Magister kopen? Iedere dag ga ik voor u zitten hier. Om het te hebben over de dingen des levens in het kleine land België. Bij ons, hè? Mis het niet. Dagelijks hier op Facebook. Vertel het vooral niet verder. Het is ons geheim. Voorzichtig blijven daarmee, hè. We gaan de politiemannen hun revolvers moeten afpakken, want die schieten zomaar kleine mafdakkers dood, hè. Oké? Het zijn kleine mafdakkers die uit vluchtende auto's hangen te bengelen, zoals Dennis, de bengel. Maar dood is dood. En dat kan dus niet, hè, in onze menslievende maatschappij. Nee. Geef die wapens maar af. En ook die matrak en die pepperspray. Dat komt veel te agressief over, zo'n politiemannen met wapens. Geziet wat het er allemaal van komt. Ik moet zeggen, ik ben nog wel bezig met een oplossing te zoeken voor mensen die eventueel 1000 euro boete moeten betalen wanneer ze roken in de aanwezigheid van minderjarige kinderen onder de 16 jaar in hun auto. En ja, mogelijk heb ik wel iets gevonden dat u kan helpen wanneer u voor een rechter zou moeten verschijnen. U kan bijvoorbeeld altijd zeggen dat u achterna gezeten werd door een combi met gewapende politiemannen. Dat u daardoor compleet in de stress schoot en dat de sigaretten zelf spontaan begonnen te ontbranden. Met een begrijpende rechter ga je vrij uit, hè. Maar die politiemannen, die gaan een sigaar smoren, hè. Die gaan het nog eens kunnen uitleggen. Alhoewel, er is iets gek, vind ik, aan die wet op dat roken in die auto's. Stel nu dat je zoontje 15 jaar is en 364 dagen en je paft even naast hem in de auto, eventueel met het raampje open. Dat is 1000 euro. Maar is hij een dagje ouder, is hij 16, dan kan hij zelf al op zijn minst 2 pakjes per dag smoren zonder problemen. Beetje raar, hè? Ik opperde het al. Als er mogelijk, ik zeg mogelijk, fipronil in kippeneieren zit en mogelijk schadelijk zijn voor onze gezondheid, dan moeten die met miljoenen vernietigd worden. Maar die sigaretten, waarvan ze met 100% zekerheid weten dat ze schadelijk zijn, die vernietigen ze niet. Waarom komt dat? Is dat omdat omdat transgendertje staat anders met een gigantisch gat in de begroting zou komen te zitten? En dat Van Overveld daar dan moet komen staan, zo met en een pamper in zijn broek om het te komen uitleggen. Gelukkig, zeg ik, was er van dat hele busje Koerden niemand aan het roken. In de aanwezigheid van de kleine mafde Anea, ze hadden ze buiten gehangen in de gezonde lucht. Huh? Raar. Verdacht. Misschien waren ze wel allemaal aan het roken in die auto. Dat kan. Enfin goed, een onderzoek dringt zich op. Zeker 250 mensen vragen erom. En dat is in dit kleine land, ja, toch nog steeds de overgrote meerderheid. Rudy van Vlaanderen. Mooie jongens toch, wat leven op dinsdag. Kan je dat bekeken, maar je moest niet veel doen, hè?